Dag, buurman. Nee, hij ziet ons niet. Hij is helemaal ingezeept. Of tenminste zijn auto. Hey, we zijn inmiddels in de Wasstraat. Zullen we hier al feedback doen? Nou ja, dat kan. Ik heb wel feedback gekregen. Ja, ik ook. Oh, ja, begin jij maar. Nou, ik kreeg één tweet van iemand die zei... Wat een tof formaat, ik had het nog nooit gezien. Oh, wat? Ja. Gaaf. Die kende het nog niet. Maar er was een collega of een familie of gewoon een willekeurige persoon? Nou, willekeurig. Het is een nerd uit... een nerd en docent uit Vlaanderen. Ik weet niet meer welk stadje. Oh, oké. Okay. Nou, in elk geval. Misschien moeten we Wasstraat posters maken, zodat het in de scholen opgehangen kunnen worden. Dus als en ik kreeg feedback via Katrien, mijn vrouw. Oh, oké. Okay. Ja. Wat was dat? Die had weer iemand gesproken. Marieke. En Marieke die vond het maar niks dat ik deze auto verkoop. Oh, ja. En die vond dat we een viewing moesten doen. Oké. Okay. Ja. En daar is nieuws. Of tenminste, het nieuws soort van. Want we vroegen vorige keer inderdaad van... Nou, als jullie een idee hebben voor een ruimte... Dan hoor je het heel graag. En prompt kregen we allerlei ideeën van een aantal locaties in Utrecht. Dus, leuk. Ja, zeker. Ja. Dat is heel erg tof. Eerst zei ik zo van, nou hoor, dat liever in Amsterdam. Maar Utrecht, dat maakt niet echt zo heel erg veel uit als het maar gezellig is. Utrecht is ook een leuk stadje. Ja, inderdaad. Ja, ja, daar ging vroeger uit. Toen ik jong was. Daar heb ik mijn vrouw geschaakt. In Utrecht? Ja, nee, maar die komt uit Utrecht. Oh, oké, okay, ik wil wel zeggen. Geschaakt ook, ja. Ja, dat klinkt mooi, toch? Ja. Maar toevallig zag ik ook een commentaar op YouTube. Want er staan de Wasstraten ook, allemaal. En alle fragmenten. En daar lijken wij het... onze format lijkt op de... Milkshake vodcast of vlog noemen ze dat. Een vlog is video blog, zeg maar. Oké. Okay. En dat zijn twee gasten uit het zuiden van het land. Ik durf even niet te zeggen wat. Maar die zitten dus 5 minuten, halen ze een milkshake. Hey, die was leuk. En die was echt heel erg leuk. Dat dus zag ik een stukje. Waar gewoon een beetje gein aan het trappen. Ja. Echt super tof. Dus als jullie kijken... Gewone was. Gewone was. Gewone was, ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus ik durf even niet te zeggen waar ze vandaan kwamen. Maar ze hebben allemaal leuke clipjes tussendoor. Yes, dankjewel. En die grappige... Zij editen trouwens wel. Wij doen het gewoon in één stuk. Ja, dat zag er netjes uit. Ja, zeker. En En ze zingen ook. Dat is echt heel tof. Ja, dat ga ik niet doen, zingen. Nee, hè? Nee, dat is ook niet echt mijn ding. Ik kan alleen maar heel goed vals zingen. Ja. Maar die zei, hoe het commentaar was... Ja, jullie zijn eigenlijk een slechte versie van de milkshake-vlog? Ja, we zijn een slechte versie van... Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, we zijn de lange, irritante, over lullende... We lullen over saaie dingen. Ja, precies, ja. Nou, het viel me... Ze lullen er eigenlijk nergens over. Dat vond ik ook wel interessant. Ja. Dat vond ik echt wel interessant. Ja, zij hebben gewoon een beetje lol op het internet. Ja, erg leuk. In de auto. Ja, grappig. Ja, nee, dat niveau... dat zullen we nooit bereiken. Nee, dan moeten we ook naar McDonald's toe gaan. En dat zou ik sowieso niet doen. Nee, precies. Dat is dan weer jammer, hè, jongens. Maar, die viewing die lijkt dan misschien ook nog wel op ons afkomen. Dat gaat gewoon gebeuren. Maar ik heb hetzelfde organisator. Of zullen we deze gewoon gaan viewen? Want kijk... Maar dat mensen in de auto gaan zitten? Nee, Marieke wil graag de viewing... bij haar doen of zo. Oh, echt waar? Nou, laten we dat dan maar doen, toch? Oh ja, nou, dat lijkt me heel goed. Ja. Wordt het ergens in Haarlem of zo? Nee, daar. Oh, je bedoelt... Ja. Dus... Maar ja, goed, aan de Keizersgracht. Zit ik dus... In Amsterdam. Komt goed. Ja.
moet iedereen wel zijn eigen bier meenemen. Dus. Ja, en nu het saaie stuk. Ik had trouwens wel... Wij doen dit in Nederlands, hè? En ik hoor telkens, jij gaat naar Brighton en naar allerlei Engelstalige congressen ook, waar je in het Engels spreekt. Ja. En ik denk zo, ja, het is echt wel jammer dat we dit in het Nederlands doen soms. Terwijl... Ja, dat klopt ook. Ik ben ook bewust in het Engels gaan schrijven. Ja. Ik schreef de Daily Nerd, schreef ik altijd in het Nederlands. Ja, dat is natuurlijk, ja, er zijn wereldwijd veel meer mensen dan alleen de Nederlanders die het hebben. Ja, precies. Ja, maar kijk, we doen het natuurlijk niet voor, echt voor het publiek. Het is wel leuk, maar we moeten wel gewoon ons ei kwijt. Ja. Maar af en toe denk ik wel zo, maar het zou misschien leuk zijn, want ik ken het nog niet. Ik ken nog geen echte mensen die, zeg maar, specifiek wat wij nu bespreken, ook echt... Maar op mijn vakgebied zijn heel erg veel podcasts. Nee, maar het gaat juist over het overkoepelende gebied. En media en content en alles wat er omheen zit en het internet. Dat mis ik zelf eigenlijk nog wel. Want ik luister iets van 4 of 5 podcasts om inderdaad bij te blijven. Hoe heet het, dat ding van Paul Boak? Luister ik af en toe nog. Hoewel, dat is een beetje high energy. Het gaat heel erg veel over hem ook. Ja, yeah. Maar ik luister bijvoorbeeld ook Frame Rate. En dat gaat over mensen... dat gaat over die cord cutters. Dat is een... dus het gaat over... wat nou als je geen televisie meer hebt? Waar haal je dan je toffe media en nieuws en zo vandaan? Oké. Maar echt... ja, iets wat specifiek... dit is, in het Engels. Ja, ik ga het niet in het Engels doen. Er is een gat in de markt. Ik ga het niet in het Engels doen. Weet je, ik praat best makkelijk in het Engels. Maar ik praat gewoon veel makkelijker in het Nederlands. Ja, precies, ja. Ja, en dit is toch en een beetje... De reden dat ik dit doe, dit vind ik gewoon lekker om even te ouwe hoeren over ons vak te doen. Ja, het is gewoon off the cuff. Maar even, wat ik bedoelde te zeggen is, zo, nee, hier zit nog wel zeker een gat in de markt. Ja. En we merken gewoon dat dit onderwerp ook echt steeds actueler wordt, steeds belangrijker wordt. Ja, voor wat het dan ook is. Ja, is het ook... Zo, van binnen zijn we beslagen. Ja, wauw. Nou, jongens, we gaan even kijken of op zaterdag ook alle families aan het stofzuigen zijn. Dat zal toch wel? Dat zal toch niet alleen op... Nou, we gaan dat zien. Kijk, daar staat mijn buurman. Ja hoor. Die is lekker aan het stofzuigen. Doe dit. Ja, en kinderen. Kinderen met stofzuigers. Jongens, wat grappig, joh. Oh, ik zal trouwens de sterren ook even recht zetten. Zo. Hè, zet je hem daar neer, joh. Ja, precies. Gewoon voor de deur. Voor de uitgang. Hè? Ja, en ingang. Hele lange vrachtauto. Zo. Deze weer even op de stoep. Hou ik hem even goed vast. Oké, nou. Ben zo terug. Kijk ik weer even naar mijn onderwerpen. Zitten we vast? Nou, je hoort me wel. Denk ik. Ja. Even checken. Hallo, hallo. Hallo. Kijk. Ja.
Nou, ik had nog een aardig onderwerpje. Ja. Ik zag een mooie... Toen ik zat even door Mozilla, door de site heen te klikken van wat Mozilla nou allemaal doet. Mm-hmm. En ze hadden een mooi experiment op het gebied van privacy.